Albert van der Sleen wist vorige week 6 punten te behalen. Sven Koems heeft eentje meer en blijft dus koploper. Deze week is het de beurt aan Jens-Jurn Streutke. Ja, Jens, ik heb gehoord dat jij deze wedstrijd op je sloffen gaat winnen. Dus ik ben heel erg benieuwd. De eerste wedstrijd is een NAC tegen NEC. Ja, nou ja, allebei nog geen flitsende competitiestart gehad. Maar ik denk toch dat NAC thuis tegen NEC denk dat NAC gaat winnen. Dus dat wordt een eentje. En dan hebben we Twente, Heerenveen. Twente die de laatste paar wedstrijden goed gepresteerd, maar Heerenveen heeft ook een goede start gehad. Dus ik denk dat wij gewoon 3 punten mee in Heerenveen nemen, hoor. Gaan we jou dit seizoen ook in het eerste elftal zien? Als het aan mij ligt wel, maar ja, dat moet nog blijken. Hè? Als er een kans komt, dan probeer ik die gewoon te grijpen en ik zie het wel. Jij bent er klaar voor? Dat denk ik wel, ja. Heracles tegen ADO. Ja, dat is natuurlijk de club van mijn oude trainer vorig jaar, Jan de Jonge. Dus ik denk dat die de 3 puntjes in Almelo houden tegen ADO. RKC Go Ahead Eagles. Ik denk dat dit nog wel eens een gelijk spelletje kan worden. Dus allebei toch leuk voetballende ploegen en ik denk toch dat het een gelijk spel wordt. Ze doen het verrassend goed, hè, Eagles? Ja, leuk team. Leuk voorhoede. Leuk team. De PSC bestaat dit weekend precies 100 jaar en spelen die wedstrijd dan tegen Cambuur? Ja, dat wordt een eentje, denk ik. Ik denk dat PSV toch al een dikke overwinning pakt. Groningen-Ajax. Ik denk dat Ajax wel gaat winnen, maar ze krijgen wel lastig. Maar het wordt toch overwinning voor Ajax. AZ-Vitesse, leuk potje. Dat is een leuk potje, ja. AZ heeft vorige week verloren. Dus ik denk dat ze wat recht te zetten hebben in eigen huis tegen Vitesse. Dus dat wordt een eentje. Ik denk dat AZ gaat winnen. Zwolle-Utrecht, ja, Zwolle. Het Zwolle van Ron Jans doet het wel heel goed, hè? 12 punten. Ja, hij doet het heel goed, ja. Er zit gewoon goed voetbal in. Ik denk dat Zwolle gaat winnen van Utrecht. Feyenoord, Roda. Roda een taaie tegenstander. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk toch dat Feyenoord met het publiek erachter. En ze hebben toch wel meer kwaliteit, denk ik. Dus ik denk dat Feyenoord wel de 3 punten gewoon in Rotterdam houdt. We waren alle 9 wedstrijden van de Eredivisie. We hebben ook deze week weer een bonuswedstrijd. En deze keer uit Italië. Juventus Lazio, wat denk je? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen Italiaanse wedstrijden gezien. Maar ik ga wel op de naam af. En ik denk dat dan Juventus gaat winnen. Dus ik denk dat dat gewoon een simpele overwinning wordt voor Juventus. Je moet er 8 goed hebben totaal, of 8 punten hebben om Sven Kums te verslaan. Nou ja, dat ziet er goed uit, dus ik denk dat het een makkie wordt. Dankjewel, Jens. Alsjeblieft.